Dames en heren, een hele goede morgen en van harte welkom op het webinar De Cashflow en het Kastroomoverzicht. Mijn naam is Edo van Rooyen, ik ben de linker Edo. Mijn collega Edo Rensman en ik presenteren vandaag dit webinar. Goedemorgen, ik ben de rechter Edo op het scherm. Tijdens dit webinar bespreken we wat een cashflow en een kastroomoverzicht is, wat het verschil is tussen een positieve en een negatieve cashflow, hoe we oorzaken kunnen ontdekken van een negatieve cashflow en bespreken we methodes voor het voorspellen van een cashflow. Het webinar van vandaag duurt ongeveer 45 minuten. Mocht u tussendoor vragen hebben, dan is dit geen enkel probleem. U kunt dan via het chatscherm vragen stellen. Aan het eind van het webinar zullen we een aantal vragen beantwoorden voor zover de tijd daarvoor toereikend is. Als er vragen overblijven die we niet hebben kunnen beantwoorden, geen zorgen, dan ontvangt u een persoonlijk antwoord van een van de twee Edo's na afloop. Ook ontvangt u na afloop de presentatie, zodat u deze nog eens rustig kunt doornemen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar andere onderwerpen die u interessant vindt om te behandelen, zodat wij eventueel een volgend webinar kunnen ontwikkelen dat hierop gericht is. Daarom zullen wij u na dit webinar een korte vragenlijst toesturen. En hierin kunt u tevens uw tevredenheid over het webinar van vandaag aangeven. Voordat wij gaan starten met het onderwerp, de cashflow en het kastroomoverzicht, is het wellicht handig voor ons wie ons nog niet kent, even kort toe te lichten waar Graydon voor staat. Graydon biedt analyses en voorspellende inzichten waarmee bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Met de expertise van Graydon kan een bedrijf haar omzet behouden, nieuw business genereren, risico's verminderen en de cashflow verbeteren. Graydon biedt business intelligence oplossingen op het gebied van analytics, credit management, market information en risk and compliance. Met deze diensten helpt Graydon bedrijven toegang te verkrijgen tot kapitaal, kennis op te bouwen ter versteviging van hun concurrentiepositie en te voldoen aan de groeiende vraag naar transparantie. Graydon bouwt op een netwerk van 130 internationale databases in 100 landen, met hierin informatie over meer dan 90 miljoen bedrijven. Meer informatie vindt u op onze website www.graydon.nl. Nu snel verder met het onderwerp de cashflow en het kastroomoverzicht. En daarvoor geef ik graag het woord aan mijn waarde collega Edo Rensman. Dankjewel Edo. Velen van u zullen hebben gehoord van het begrip cashflow. Maar wat is de cashflow nu eigenlijk? De cashflow is, heel simpel gezegd, het verschil tussen het geld dat u ontvangt en het geld dat u uitgeeft gedurende bepaalde perioden. Meestal hebben we het dan over een boekjaar. De cashflow is hetzelfde als de kasstroom, maar zeker niet hetzelfde als het behaalde resultaat van een onderneming. Resultaat wordt ook wel winst of verlies genoemd. En winst of verlies is niet hetzelfde als cashflow en het is heel goed om dat verschil verder toe te lichten. De winst is een graadmeter om de winstgevendheid van een onderneming uit te drukken. De behaalde winst of het verlies wordt toegevoegd of afgehaald van het eigen vermogen van een onderneming. En als het eigen vermogen van een onderneming stijgt of daalt, dan betekent dat niet direct succes of een faillissement. Echter, als uw cash opdroogt, dan kunt u uiteindelijk niet langer voldoen aan uw betalingsverplichtingen. U kunt bijvoorbeeld dan niet uw crediteuren terugbetalen, salarissen uitbetalen aan uw personeel, de rente betalen op uw financiering en leningen terugbetalen. Dus de cashflow, of het gebrek ervan, kan de directe aanleiding tot een faillissement zijn. Andersom, als u verlies maakt, maar u heeft nog voldoende cashreserves, bijvoorbeeld toegang tot bankfinanciering of door bijstortingen van aandeelhouders, dan gaat u niet direct failliet. Maar op termijn kunt u nog steeds failliet gaan als de winst niet verbetert. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de begrippen winst en verlies versus cashflow. Want in de winst of het verlies zitten elementen die niet tot een in- of uitstroom van gelden leiden. En andersom zitten er in de kasstroom wel in- of uitstroom van gelden die niet in de winst of het verlies zitten. Een onderdeel van de winst die niet leidt tot een uitstroom van gelden is bijvoorbeeld afschrijvingen. Een voorbeeld van een instroom van gelden die niet in de winst of het verlies zit, is weer bijvoorbeeld het ontvangen van een lening. Daar komen we later nog op terug. Na even over de cashflow gesproken te hebben, gaan we nu verder met het kastroomoverzicht. Het kastroomoverzicht is het volgens de verslaggevingsregels te presenteren overzicht van hoe de cashflow er heeft uitgezien over een bepaalde periode. De periode is dan meestal een boekjaar.
U kunt het overzicht ook wel de staat van herkomst en besteding der middelen of liquiditeitsoverzicht noemen. Het kastroomoverzicht dient om de verandering in het totaal van de gelden van de organisatie over de betreffende periode weer te geven. Volgens de verslaggevingsregels zijn er een tweetal methodes om het kastroomoverzicht op te stellen. Daar komen we later op terug. Het beoordelen van cashflow helpt bij verschillende analyses. Voorbeelden hiervan vindt u op deze slide. Met een kastroomoverzicht kunt u objectief de financiële positie van een bedrijf beoordelen. U kunt ook groei of krimp van een bedrijf herkennen. Het kastroomoverzicht wordt onder andere gebruikt bij de beoordeling van kredietaanvragen. Samenvattend helpt het kastroomoverzicht om de prestaties van een bedrijf objectief te beoordelen. De gedachte is dan, cash is cash, profit is an opinion. Een kastroomoverzicht kan op twee manieren worden opgesteld, namelijk via de directe methode of de indirecte methode. De directe methode geeft de werkelijke ontvangen en uitgegeven bedragen weer. Het startpunt van deze weergave is het beginsaldo van de bank. Dat is de meest zuivere vorm en laat de ontvangst en uitgaven in het kastroomoverzicht zien, zoals u deze ook als transacties op uw bankafschrift kunt terugvinden. Het kastroomoverzicht via de directe methode toont de betalingen aan leveranciers op een afzonderlijke regel, evenals de ontvangsten van afnemers. Het toont de ontvangen en betaalde rente, het ontvangen dividend, betaalde winstbelasting, etc. Naast de directe methode is er ook de indirecte methode. Deze methode is een weergave van de kasstroom afgeleid uit de winst of het verlies over de periode. Zoals we eerder hebben aangegeven, is winst of verlies niet hetzelfde als de cashflow. Daarom moeten er correcties worden toegepast voor resultaatsposten die geen kasstroom met zich meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende periode geen resultaatspost zijn. Voorbeelden van correcties die bij de indirecte methode voorkomen zijn afschrijvingen, veranderingen in voorzieningen, veranderingen in werkkapitaal. Een kastroomoverzicht opgesteld op basis van de directe methode is makkelijker te begrijpen dan een kastroomoverzicht opgesteld op basis van de indirecte methode. In de praktijk echter komen kastroomoverzichten opgesteld op basis van de indirecte methode vaker voor. In het vervolg van dit webinar spreken we dan ook alleen nog over de indirecte methode. Een kastroomoverzicht opgesteld via de indirecte methode wordt verdeeld in drie onderdelen. Ten eerste, de kaststromen uit operationele activiteiten. Dat is eigenlijk uw primaire activiteit, zeg uw dagelijkse handel. Ten tweede, kaststromen uit investeringsactiviteiten. Deze wordt gebruikt voor het aan- of verkopen van vaste activa, zoals machines, gebouwen, etc. En ten derde heeft u de kaststromen uit financieringsactiviteiten. De activiteiten die ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten staan. De financieringsactiviteiten hebben een directe relatie met de grootte en samenstelling van het eigen vermogen of het vreemd vermogen. Voorbeelden hiervan zijn het aangaan van een lening of het bijstorten van kapitaal door aandeelhouders. Tijd om even stil te staan bij de kasstroom uit operationele activiteiten. De kasstroom uit operationele activiteiten ziet toe op de primaire activiteiten van een onderneming. U spreekt bijvoorbeeld over de ontvangsten voor de verkoop van goederen en voor de levering van diensten. Daarnaast worden de uitgaven met betrekking tot de inkoop van goederen en diensten hier gepresenteerd. Kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn de uitgaven en wat minder vaak de ontvangsten, die verband houden met de aan- of verkoop van immateriële, materiële en financiële vaste activa. Voorbeelden hiervan zijn aankoop van grond, gebouwen, machines, deelnemingen, etc. Uitgaven die te maken hebben met het al dan niet zelf vervaardigen van immateriële of materiële vaste activa. Verdere voorbeelden zijn de ontvangsten uit verkoop van activa. En een laatste voorbeeld is, als u een bank bent, uitgaven of ontvangsten van lange termijn leningen. De kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn directe kasstromen en vertegenwoordigen, als ze positief zijn, een instroom van gelden en als ze negatief zijn, een uitstroom van gelden. De kasstroom uit financieringsactiviteiten betreft de in- of uitstroom van gelden die ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten staan. Voorbeelden zijn ontvangsten of aflossingen van leningen, ontvangsten voortvloeiende uit de uitgifte van aandelen,
het bijstorten op aandelen, AGO, en last but not least, het uitkeren van dividend. De kasstromen uit financieringsactiviteiten zijn directe kasstromen en vertegenwoordigen als ze positief zijn een instroom van gelden en als ze negatief zijn een uitstroom van gelden. In deze slide ziet u een real-life voorbeeld van een kasstroomoverzicht. We hebben als voorbeeld de jaarrekening van het Rijksmuseum over 2018 genomen. De genoemde bedragen zijn in duizenden euro's. Zoals u ziet begint het kasstroomoverzicht via de indirecte methode met de operationele activiteiten, zijnde het exploitatieresultaat van 1009. Dat is dus de winst over het boekjaar 2018. Vervolgens zien we een drietal aanpassingen voor de zogenaamde non-cash items. Te weten, afschrijvingen voor 6764, een vrijval in investeringsbijdragen van min 3079 en als laatste een mutatie in de voorzieningen van 478. Het tweede onderdeel betreft de kasstroom uit investeringsactiviteiten en deze bedragen per saldo min 16.214. Als laatste en ten derde de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Daar zien we een mutatie van plus 27.701 staan. Dat brengt het totaal van de mutaties op plus 14.519. Met een stand van de liquide middelen aan het begin van het boekjaar van 26.079 en het totaal van de mutaties van plus 14.519 kom je dus op een stand van de liquide middelen aan het eind van het boekjaar van plus 40.598. Nu gaan we over naar het onderwerp de toekomstige cashflow voorspellen. Hoe kan de cashflow voorspeld worden? Veel partijen die de cijfers van ondernemingen beoordelen gebruiken vuistregels om cashflow te voorspellen, want helaas hebben we geen glazen bol tot onze beschikking. Zo kunt u bijvoorbeeld de inkomende geldstroom uit operationele activiteiten als startpunt gebruiken, om vervolgens daar de uitgaande geldstroom op in mindering te brengen. Eigenlijk is dit hetzelfde als het opstellen van een kasstroomoverzicht op basis van de directe methode. U kunt ook cashflow voorspellen door de winst uit operationele activiteiten te nemen en daarbij de afschrijvingen op te tellen. Dat is feitelijk het opstellen van een kasstroomoverzicht op basis van de indirecte methode, maar houd rekening met minder detailvariabelen. Afschrijvingen worden hier feitelijk gezien als de enige mogelijke non-cash aanpassing. Een dergelijke vuistregel is even goed bruikbaar, maar vooral in meerjarenanalyses, daar het effect van detailvariabelen, zoals werkkapitaalmutaties, over de jaren heen wegvalt. Let alleen op, dit model houdt geen rekening met belastingdruk. In meerjarenanalyses wordt daar veelal ook nog voor gecorrigeerd. Uiteindelijk moet u natuurlijk de rekeningen kunnen betalen en is het dus belangrijk om te weten dat er meer geld wordt ontvangen dan uitgegeven. Een negatieve cashflow betekent simpelweg dat er meer geld de onderneming uitgaat dan dat er binnenkomt. En dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Bij een positieve cashflow is het omgekeerde het geval. Er komt meer geld binnen dan eruit gaat. En u kunt aan al uw verplichtingen voldoen. Als een bedrijf op lange termijn een negatieve netto cashflow heeft, kan dat leiden tot een faillissement. Bij een langdurige negatieve cashflow dient u goed te kijken naar de oorzaken. Uw continuïteit is mogelijk in gevaar en u zal bij willen sturen. Om te onderzoeken wat aan de basis ligt van uw negatieve kasstroom, dient u een aantal zaken kritisch onder de loep te nemen. Als u een negatieve operationele cashflow heeft, heeft u per saldo meer uitgegeven dan ontvangen om uw primaire product te leveren. De verkopen kunnen bijvoorbeeld onder de maat zijn, de debiteuren betalen niet of ze betalen niet op tijd, of uw kosten zijn te hoog. Als u een negatieve cashflow uit investeringen heeft, dan kunt u dat op verschillende manieren beoordelen. Of u doet een grote investering in uw machinepark, waar u hoge verwachtingen van heeft, omdat u uw productiecapaciteit vergroot. En dat is positief. Het kan ook zijn dat u bezig bent met een groot project wat heel veel liquiditeit vergt, waardoor uw kasstroom opdroogt. Wanneer u een negatieve cashflow uit financieringen heeft, dan kan dit ook op verschillende manieren worden uitgelegd. U kunt een lening hebben terugbetaald omdat u ruim in uw middelen zat. Of er moest verplicht worden terugbetaald uit hoofde van een leningovereenkomst. Of u heeft een mooi dividend kunnen uitbetalen. U moet dus alle regels in het kasstroomoverzicht goed in ogenschouw nemen en deze kunnen interpreteren om een goed oordeel te kunnen vellen over de impact van een positieve of negatieve cashflow.
We hebben alle theorieën nu besproken. Laten we eerst kijken naar een tweetal eenvoudige getallenvoorbeelden en daarna nog naar een voorbeeld uit de praktijk. Het eerste getallenvoorbeeld betreft een cashflow uit operationele activiteiten. Stel, we hebben een bedrijf met een omzet van 1000 euro en het bedrijf maakt voor 800 euro aan kosten. Van die 800 euro zijn 150 euro afschrijvingen. De winst uit operationele activiteiten is dan 200 euro. De omzet van 1000 minus de totale kosten van 800. De 150 aan afschrijvingen hebben echter niet geleid tot een uitstroom aan geld en zijn een non-cash aanpassing. Het Castram-overzicht via de indirecte methode ziet er dan als volgt uit. Winst uit operationele activiteiten plus 200. Non-cash aanpassing op afschrijvingen plus 150. Netto Castram 350. Het tweede getallenvoorbeeld is er eentje met een werkkapitaalcorrectie. U hebt in dit voorbeeld een omzet van 1000 euro verkocht op rekening aan debiteuren en volledig als omzet geboekt. Van die 1000 euro heeft u aan het einde van de periode 900 ontvangen. Er staat dus nog 100 euro aan debiteuren open op de balans per het einde van de periode. Het Castram-overzicht ziet er dan als volgt uit. U heeft een winst uit operationele activiteit van 1000 euro. U maakt een werkkapitaalcorrectie van 100 negatief. Dat betekent de stijging van het saldo debiteuren van 0 naar 100. En uw netto Castram is dan 900. Dat is logisch, want u heeft immers ook 900 euro van uw debiteuren per bank ontvangen. En dan is het nu tijd voor onze real-life case, Tesla. We hebben gekozen om Tesla als voorbeeld te nemen, omdat het een spraakmakende naam is die bijna iedereen kent. Ons voorbeeld is afgeleid uit de jaarrekening 2018 van Tesla. U ziet een aantal zaken die interessant zijn, namelijk Tesla maakt een verlies van 1 miljard dollar. Het eigen vermogen neemt toe en de cashflow is positief. Bij deze een aantal snapshots van de pagina's die we gebruikt hebben. Tesla is natuurlijk een grote en wereldwijde speler, dus de balans, P&L en cashflow zijn flinke overzichten. We hebben naar beste eer en geweten dit voorbeeld gemaakt, maar we hebben wel wat zaken weggelaten of gesimplificeerd om het voorbeeld zo sprekend mogelijk te maken. Op deze slide een vereenvoudigde weergave van het verloop van Tesla's eigen vermogen over 2018. U kunt hier zien een openingssaldo van het eigen vermogen per 1 januari 2018 en daaronder ziet u bewegingen over het jaar. U ziet het verlies van 1 miljard dollar en daaronder 296 miljoen dollar voor uitgegeven aandelen. Tesla is een beursgenoteerd bedrijf. De markt gelooft in het bedrijf en is bereid voor 296 miljoen dollar aan middelen in het bedrijf te steken door aandelen te kopen. Hier ziet u een vereenvoudigde weergave van Tesla's totale cashflow. Totale cashflow is 312 miljoen dollar positief. Er zijn dagen dat er bij mij minder op de bank binnenkomt. U ziet bovenaan als startpunt de winst over het jaar. De winst van 1062 correspondeert met de 1001 uit de vorige slide. Het verschil wordt verklaard door het minderheidsbelang. Voor wat betreft operaties, investeringen en financiering ziet u positieve cash uit operaties, negatieve cash uit investeringen en positieve cash uit financiering. Tevens ziet u een klein vreemde valuta effect. Dat is de regel die met FX is aangeduid. Op deze slide een vereenvoudigde weergave van Tesla's cashflow uit operationele activiteiten. Bovenaan wederom als startpunt de winst over het jaar. Daaronder ziet u de positieve impact van de afschrijvingen. Net als in ons eerste getallenvoorbeeld staan die afschrijvingen als min in de operationele winst, maar ze leiden niet tot een cash-out. De cashflow is daarom flink hoger dan de operationele winst. Daarom ziet u de afschrijvingen hier positief gecorrigeerd worden. En verder ziet u een werkkapitaalcorrectie. Vergelijkbaar met ons tweede getallenvoorbeeld over debiteuren, wordt er hier gecorrigeerd voor mutaties in verschillende balansposten. De 58 miljoen dollar is overigens het netto van een aantal flinke schommelingen op debiteuren, voorraden, crediteuren en overige posten. Zo ziet u maar, zo'n Castram-overzicht leest als een spannend jongensboek. En overigens ziet u ook nog een flink overig effect. Dat gaat buiten de reikwijdte van dit webinar.
Op deze slide een vereenvoudigde weergave van Tesla's cashflow uit investeringsactiviteiten. De uitstroom van gelden van 2,3 miljard dollar ziet met name toe op uitbreiding van productiecapaciteit. Dit komt overeen met de berichtgeving in de media, waarin we lezen dat Tesla aangeeft druk bezig te zijn met het bouwen van nieuwe fabrieken voor nieuwe modellen en of producten. Op deze slide een vereenvoudigde weergave van Tesla's cashflow uit financieringsactiviteiten. Wat u hier kunt zien is dat er voor 6,2 miljard dollar wordt opgenomen aan leningen en voor 5,2 miljard dollar wordt terugbetaald aan leningen. Hier blijkt dat de vreemd vermogensverschaffers nog steeds bereid zijn om te financieren. Tevens ziet u hier de 296 miljoen dollar die we al eerder benoemden, die Tesla uit de markt heeft opgehaald bij de eigen vermogensverschaffers, oftewel de aandeelhouders. En wat kunnen we nu concluderen uit het voorbeeld van Tesla? Wat we zien is dat er een aantal nuances zitten in de analyse van de cashflow. Dat past natuurlijk bij een wereldwijde speler met verschillende activiteiten. En verder zien we dat het verlies over de periode niet direct tot problemen leidt om schulden te betalen. En tevens maken we op dat uw netto aangroei of vermindering van geldmiddelen ook afhankelijk is van de bereidwilligheid van andere partijen om u te financieren. Daarmee zijn we toegekomen aan de vragen. Moeten we even kijken of we vragen hebben ontvangen. Ik heb er in ieder geval één, zie ik. Even kijken hoor. In de presentatie wordt gesproken over twee methoden om het kaststroomoverzicht op te stellen. Namelijk de directe en de indirecte methode. Mag ik nu gewoon kiezen welke methode ik toepas? Ja, stel ik aan jou. Ja, dat is een leuke. Dat kunnen we even doen. Ja. Je mag inderdaad gewoon kiezen. Daar wil ik dan wel even bij vermelden dat in de verslaggeving dus sprake moet zijn van stelselmatigheid, oftewel een bestendige gedragslijn. Je kunt dus niet, als je het ene jaar voor de ene methode kiest, dan elk boekjaar een andere methode kiezen. En in de praktijk zie je dus eigenlijk altijd de indirecte methode. In mijn ervaring ja, ben ik alleen maar de kaststroomoverzichten op indirecte methode tegengekomen. Kijk, verder zie ik nog geen vragen binnenkomen. Mocht u na het lezen van na deze webinar alsnog vragen hebben, dan kunt u die aan ons mailen via webinar@graden.nl. En zoals aan het begin al van de presentatie aangegeven, zal een van de twee Edo's deze dan persoonlijk beantwoorden. U ontvangt deze presentatie ook nog als naslagwerk per e-mail. En weet ook dat wij meerdere webinars op de planning hebben staan. Dus hou onze website www.graden.nl in de gaten voor de exacte data en onderwerpen. Vergeet ook niet uw feedback door te geven via de vragenlijst welke we u zullen toesturen. Tot slot wil ik u bedanken voor uw deelname. We hopen dat u dit webinar als nuttig heeft ervaren. En we verwelkomen u graag in een volgend webinar. Ik wens u nog een prettige dag toe. Fijne dag, wellicht tot de volgende keer.